Zorg, dat is iets dat wij al heel lang geven en waar dat wij toch wel specialist in zijn. Maar we geven niet zomaar zorg van wassen en eten geven, we proberen daar ook waarde in te leggen. Zoals warmte geven, iemand geborgenheid geven, vriendschap geven, die mensen een goede thuis geven. Het is dus van kind af aan tot bij wijze van spreken in een boot dat ze hier vertoeven. Dus dan vinden we dat toch wel heel belangrijk. Nu, die waarden die vinden we uiteindelijk ook terug in de patroonheilige Sint-Vincentius, die de congregatie hier gesticht heeft. En zo zochten we naar een icoontje waar dat we zowel onze waarden als de waarden van die patroonheilige terugvonden en kwamen uiteindelijk tot dit logo. Dus in dat icoontje zit er toch een speelsheid in van kinderen, van de vitaliteit van de instelling en anderzijds ook de geborgenheid en de warmte. Ook een heel eenvoudig icoontje, want onze bewoners die zijn heel eenvoudig. Die zijn gelukkig maar heel weinig. Dan het woord ondersteunen. Van waar komt dat? Dat heeft te maken dus met die zorgvernieling. Het nieuwe aanbod dat we moeten geven, door ons hoger opgeleid. Vroeger had je hier maar één formule. 7 dagen op 7 kon je verblijven. En dat was het. Het was allemaal voor ernstig tot diep mentaal gehandicapten. Nu gaan we daar verandering in brengen, dus sowieso al bij de manier van verblijven. Vandaar ook deze dag om dat bekend te maken, ook hier in het Geerhuiswerken. Dus 7 op 7 is niet meer verplicht. Wij kunnen ook kort verblijf aanbieden. Bijvoorbeeld iemand die alleen op vakantie wilt komen, iemand die kort verblijft, dat is dus maximaal 90 dagen per jaar. Ook deeltijds, dus bijvoorbeeld mensen die hun kind nog altijd zelfstandig willen opvoeden thuis, dat lukt dus, maar af en toe wordt dat toch wel eens te zwaar. Dan kunnen ze bij ons terecht om bijvoorbeeld een afspraak 3 dagen per week in de instelling te blijven, al dan niet dag en nacht.